Een van de meest verkochte bootradio's van Fusion is de RA70. Maar waarom? Dat leg ik u uit in deze nieuwe aflevering van Fusion Friday. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze serie Fusion Friday, waar we u in deze aflevering kennis laten maken met een van de meest verkochte bootradio's van Fusion, de RA70. Wat de RA70 zo populair maakt, is dat deze bootradio eigenlijk alles in zich heeft wat u nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld Bluetooth voor het streamen van uw favoriete muziek, twee regelbare zones, bediening via Fusion Link, gewone FM-radio of zelfs DAB+. Maar daar komen we later in deze video nog even op terug. Wat de RA70 vooral zo interessant maakt, is dat de inbouwmaat standaard DIN-maten zijn. Dat wil zeggen dat deze past in het standaardgat van een autoradio. Stel, u heeft nog een oude autoradio aan boord die wel aan vervanging toe is, dan kunt u hem eenvoudig vervangen door de RA70 en zijn allerlei aanpassingen dus niet nodig. Let wel op dat de maten van de voorzijde iets groter zijn dan die van een standaard autoradio. En niet geheel onbelangrijk is dat de RA70 IPX7 waterdicht is afgewerkt. Dat houdt in dat deze beschermd is tegen een eventuele regenbui en ook bijvoorbeeld in een open sloep ingebouwd kan worden. We hadden het aan het begin van deze video al even over DAB+. Met de RA70 kunt u niet alleen via de FM-band luisteren, maar ook is deze voorbereid voor DAB+. Waar DAB+ bekend staat voor het kraakheldere geluid, heeft u natuurlijk ook een breder aanbod aan zenders tot uw beschikking. Het voordeel van de Fusion DAB+ module is dat de bedieningsfunctionaliteit volledig geïntegreerd is in de radio, waardoor u eenvoudig uw favoriete zender kunt vinden door middel van de grote centrale draaiknop. En heeft u al een Fusion radio? Kijk dan op www.nautegear of uw radio geschikt is voor de Fusion DAB+ module. Nog een mooie optie van de RA70 is dat deze ondersteuning biedt voor de Fusion Link app. Met deze app kunt u de radio bedienen op afstand via uw smartphone of tablet. Zodra u de app gedownload heeft via de Apple App Store of Google Play Store, hoeft u uw smartphone of tablet alleen nog even via Bluetooth te verbinden. Zodra uw radio in verbinding staat met uw telefoon, kunt u via de Fusion Link app de radio selecteren. Zodra u de radio geselecteerd heeft, komt u in het beginscherm terecht. En daar kunt u kiezen tussen FM, AM, AUX of Bluetooth. Via Bluetooth heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om muziek te streamen via Spotify. En aan de onderzijde vindt u de equalizer, waar u het volume van zone 1 en zone 2 apart van elkaar kunt regelen. Bij het kopje FM kunt u luisteren naar de FM-radio. Bij automatisch zoeken drukt u eenmalig op het pijltje vooruit, waardoor u automatisch zenders gaat zoeken. Wanneer u uw favoriete zender heeft gevonden en u wilt deze opslaan, dan houdt u het sterretje ingedrukt. Op deze manier wordt de zender opgeslagen en kunt u deze links onderin bij het sterretje terugvinden. De equalizer om de klank te regelen vindt u rechtsbovenin bij de instellingen. Zodra u hier bent, klikt u op toon en daar heeft u de mogelijkheid lage tonen, middentonen en hoge tonen apart in te kunnen stellen. Zodra u een van de zones kiest, kunt u de zone ook een naam geven, zodat u niet in de war raakt. Met een vermogen van 200 watt verdeeld over 4 uitgangen heeft de RA70 in de meeste gevallen voldoende in huis om u van een heerlijke sound aan boord te voorzien. Op beide zones is ook nog een line-out mogelijk, zodat een externe versterker het volume verder op kan voeren. Ook aan een subwoofer uitgang is gedacht en hier kunt u met een optionele versterker de bas ook nog iets meer body geven. Een handige tip is dat u de RA70 in combinatie met bijpassende speakers kunt bestellen in een handige voordeelbundel. Alle Fusion radio's leveren wij over het algemeen direct uit voorraad. Heeft u dus snel een radio nodig, dan is dit geen enkel probleem. Voor alle voordeelbundels kijkt u op www.nautegear.nl. Dan zijn we helaas weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Fusion Friday. Bent u benieuwd naar de rest van de afleveringen of wilt u de serie op de voet volgen? Vergeet u dan niet te abonneren op ons kanaal en dan zie ik u weer graag bij een volgende aflevering van Fusion Friday. Oh ja, wilt u de RA70 opnemen in uw NMEA 2000 netwerk, dan kiest u voor de RA70N.